Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hier op de Kafloris en vandaag spelen wij weer The Walking Dead. Elke donderdag om 2 uur een nieuwe Walking Dead video. Laat even een like achter als je nog steeds geniet van deze serie. Natuurlijk wordt hij niet heel goed bekeken op mijn kanaal, maar dat boeit mij 0.0. Want ik vind het zelf veel te veel genieten. Al kijkt er niemand naar, maakt me ook niet uit. Ik zou het sowieso zelf ook spelen. Het is wel lastig om soms niet door te spelen, want ik upload natuurlijk maar 1 keer in de week. Dus voor mij ook wel soms lastig om niet door te spelen, want ik vind het zelf ook gewoon genieten. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, jongens. We werden meegenomen door zo'n vent die zich voordeed als een zombie. Ja, deze guy. Dat is een goede cliffhanger. Daar. Wat is daar? Arme AJ, die ziet er best wel slecht uit. Zo. Controle. Hallo. Geluid staat lekker hard, dus dat is mooi. Oei, oei, oei. Dat is niet best. Me? I'll keep him still. Auw, dat doet zoveel pijn. Oh. Valt nog mee, hè? Hij overleeft. Hij reageert nog best chill. Mijn handen zijn zo zweterig van het weer, jongens. Blijf doorgaan, AJ. Komt allemaal goed. Oh, ik moet die kant op kijken, ja. Hij reageert nog best chill. Trying not to be loud. It's okay, AJ. Just breathe. Put your hands there. Stop the bleeding. It's okay, AJ. He's just gonna patch you up. Deze vent is wel een goede man. It's enough for now. Oh, easy. Where's our stuff? My gun. We lost it, buddy. Louis and Violet ran. They're safe. Yeah, probably. Ja, dat hebben we wel goed gefixt. Goede keuze, nog steeds wel. It sucks. Ik vertrouw die vent wel heel erg. Ik ben heel benieuwd wie het is. Misschien een bekende? Ik weet het niet. Een bekende van vroeger. The walkers were sent to help you. You sent the walkers? Was part of a group. Call themselves Whisperers. They've learned to live in herds. Among walkers. Move among them. Sometimes guide them. Why are you alone if you were part of a group? They attacked a community, saw the carnage. Didn't want to be part of it. Goeie vent wel. Does it hurt? Hungry. Eat. Both of you. No thanks. Oh. Nee, dat wil ik niet. Overnieuw. Ik wou... Nee. Dit is echt... Ik zei het ook gelijk. Zo bedoelde ik het niet. Nee. Ik ga hier gewoon uit. Dit was niet de bedoeling. Ik bedoelde van no thanks. Ik bedoelde van keep it als in... Nee, jij mag het eten, joh. Weet je wel. Niet op zo'n onaardige manier. Nee, hier ben ik gewoon niet eens mee eens. Ik ga hier even uit. Hier ben ik gewoon niet mee eens met deze keuze. Dit wou ik niet, spel. Dus ik ga er even gelijk uit. Hopelijk kan ik die keuze overnieuw maken. Dat slaat echt nergens op. Waarom zou je zeggen, nee, tank. Alsof je niet durven aan te nemen van hem of zo. Hopelijk kan ik het nog opnieuw doen. En anders, ja, jammer dan.
Maar dat is weer zo, dit is zo'n klein dingetje en ik heb een impact. Oké, ik ben zo weer terug als ik weer op dat moment ben. Ik ben weer op dat moment. Ja, sorry jongens dat ik dat gedaan heb, maar ik wist niet dat, ik bedoelde het niet op die manier, zeg maar. Ik, you keep it, was in, nee, tuurlijk, jij mag het eten. Thank you. Maar ik was opeens heel bij de hand, dus zo wil ik dat totaal niet, zo wil ik niet overkomen, weet je wel. Dus ik ben er even uit en ik heb dat even opnieuw gedaan. Do you have a name? Been a while. Since. Ik hoop dat je het niet erg vonden. I've said it. Hey. James. Ik dacht dat die ouder zou zijn. James. The people who attacked you. What do you know about them? I hardly know anything about them. You know they attacked you. They'll attack again. Yeah, they said as much. They're at war up north. Their entire community against another. It's why they take people. To make them fight. Train them. Use them. You would join their war. That's horrible. Yes. That's why I helped you. Thank you. Clem? Goeie vent dit. Hele goeie vent. Wait. Throw it. Distract him. Works just as well. And nobody gets hurt. Not us. Not him. Ik wil gewoon die James echt te vriend houden. Ik heb zo'n gevoel dat dat heel belangrijk gaat zijn. Safe. It was difficult to send the herd in to save you. I didn't want them to die. Wat? Hij is wel gekkie hoor. So, James, do you just hang around in the woods, saving random people? After I left my group, I wandered. First time alone, ever. Saw war everywhere. First against walkers, then against each other. Hoped it would be better here. Where are you from? Here or somewhere far away? Georgia. Long way from home. It feels like forever ago. Yeah. It was. Facecam is. Ik weet niet. So, where are you from? Washington. Washington DC, daar ben ik ook een keer geweest. The city or the state? The city ben ik geweest. The city. Hey, hey, hey. We ran a food truck. I helped. Gorge. You've got a fever. His wound will need proper cleaning and medicine. If you're lucky enough to have any. Dat hebben wij niet, hoor. The school has medicine, but I don't think they'll share it. That's why those people attacked you, isn't it? To get to that school. They'll destroy whatever they find. Bring more guns. More fighters. Take everyone inside. They won't be able to fight them off. You need medicine. You have to go back. Or you'll lose him. I'll go back. Convince them to help AJ. They'll take us back once they see him.
They wouldn't turn AJ away. You hope? I'll help you get back. Ik snapte die keuzes niet helemaal. A few more hours and we'll go. I will kill AJ and Lily. That's a few Lily hours for you to sleep. Ik snapte die keuzes niet helemaal. I'll stay awake. You don't have to. Sleep. I'll keep watch. Okay, I will. What about you? Don't need it. Not tonight. Rest well. Zie je, we hebben nu al 3 goede keuzes bij James gemaakt. Dat we hem vertrouwen, zeg maar. Good night. Good night. Drie goede keuzes. Dit is mooi. Dit is mooi. Of nou ja, 3 keuzes die hij chill vindt om te doen. Dus ja. Lekker beginnetje. James, goede gozer. Dit is een goede gozer. Deze moeten we levend houden. Deze moeten we te vriend houden. Hij heeft hele goede controle over de walkers. Dus dat is ook mooi. Zie je, er is niks gebeurd. Yeah. En we zijn lekker uitgerust. He's so hot. I can carry him. You're exhausted. No, I've got him. Ik wil net zeggen, moeten we nu eten keuzes maken om hem zeg maar te over laten geven, zeg maar, de AJ. Ik hoop niet dat de school opeens die vet neerschiet. Want ze denken dat het een monster is. Want zo dom zijn die kinderen daar wel. Maar ze gaan ons wel accepteren, denk ik. Ja, toen zullen we dat niet laten. Hang on. We're almost there. Laten stikken. Walker! Violet, Louis, they came back! Ja, maar wij hebben ze geholpen. Dus zij vinden het wel goed, want wij hebben gezegd van run. You live out there alone, right? You could stay with us. Ja. Not ready. Oh, jammer, James. Ik wil dat hij blijft. Hem vertrouw ik. Had ik iets kunnen doen om te laten blijven? Nee, denk ik niet. Hè? We hebben echt goede keuzes ook bij James gemaakt. I can't keep carrying you. Oh nee. We'll be inside soon. Rest now. Shit. Is he... He's alive. He was shot. He's got a fever. Come on, let's get him inside. I can't. It's okay, buddy. I got you. Clementine is ook moe. Kapot. Lastig, boys. We doen ons best, maar... Dat het wel goed komt met AJ. Ik ben benieuwd hoe de James erheen gaat. Hadden we hem kunnen overtuigen om te blijven? Dat weet ik dus niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Want we hebben dus de goede keuze gemaakt daarin. Maar mochten we hem weer een keer tegenkomen, dan gaat hij sowieso aan onze kant staan. Dus dat is chill. Ja, we zijn weer back. Let Kijk, dit hebben jullie gedaan. Staat het nu, Kiet? I have what I need upstairs. Come on. Als we niet weg hoefden, dan was dit nooit gebeurd natuurlijk. We got the shrapnel out of him. We? It's a long story. He's running a fever. Body's trying to fight infection, poor little guy. Ruby and Louis will take care of him. You come with me. We can talk in the office. Clem, shh. You just try to rest, okay? We're gonna fix you right up. Clem! AJ?
AJ, listen to Ruby, okay? She'll look after you. Yeah. Come on. What do we do when we're scared? When fear starts to get the upper hand, we breathe in. Hold it in. I'm good now. Clementine, please. We need to talk. Nou, wat ga je zeggen? Dat we weer weg moeten, zeker, Lily. Violet bedoel ik. Heel benieuwd wat je mij nu gaat vertellen, Violet. I saw they had you pinned and I... Shit, I got so crazy. Yeah. When I heard you call for help, I didn't even think. I wanted to help you, but when you told us to run, I had to trust you. Thank you for protecting us. It was really brave. I really thought you were dead, Clem. Goeie keuze. It's just everything is so fucked right now, you know? We always died, asshole. It's really good to see you again. It's good to see you too. Just wish Mitch and the others felt the same. Louis and I told them what happened in the woods. That woman who attacked you, Lily. So you do know her. We were wondering. Who the hell is she? I mean, I know you're not, like, with her group. Lily and I were friends a long time ago. Friends? Back when the Walkers first showed up, we lived in a motor inn. Survived really awful shit. Lily tried to keep us all together. Looks like she's changed. Yeah, seems that way. She murdered someone in our group, gunned them down during an argument. Carly was her name. She refused to let Lily push her around. It was right at the start. I haven't seen Lily since. I believe you. But? There's something else. Willie said someone was with you at the gates. Yeah. James. He saved me and AJ, let us stay in his camp for the night. But why did you bring him here? You led him right to us. I mean, he's a stranger, Clem. Running into those two in the woods, it proved we can't trust anybody. You don't have to worry about James. We can trust him. Willie said he was wearing, I don't know, animal skins or something. He was wearing walker skin. That's how he gets past herds. He can guide them, too. Hij is slim, hoor. Wow. Okay. I wouldn't have brought him here if I thought he was a threat. It's not that I don't trust you. I'm just worried about the others and what they might do. They didn't even get a chance to mourn Brody and Marlin before these child-snatching assholes showed up. And then you two come back after we thought you were dead. Now they're confused and no one knows how to feel about AJ. Violet, AJ is the least of their worries. I know, but everything is such a mess. They're scared and angry and they're looking for someone to blame. I mean, they kicked you out. How am I supposed to make them change their minds about you? It was decided, 5-3 against. I know it feels like it shouldn't matter, but they were afraid of you, both of you. Last thing they need is more things to fear right now. Oh my God, forget the stupid vote. It's not important now. Yeah. You're Marlin's chair, what Lily and Abel will do next. He said they'll get more people and guns and come attack us. Take everyone here. How the hell would he know? He's watched them for a while. They're at war with another community. They take people to fight for them. Is that what happened to Minnie and Sophie? They turn them into soldiers? Yeah. Yeah. It'll happen to us too, if we don't stop them. Minnie didn't even like killing walkers. Look at this place. Lastige, it's a fortress. Yeah. Lastige situatie wel dit trouwens, boys. With a little work, we could make this place really hard to attack. Yeah. Do you actually know how to do that? Yeah. Yeah, I was part of a siege once in a town called Richmond. Oh yeah, Richmond. Here, let me show you. Plan your defenses. Fortified walls. We've got good strong walls.
We need to make them hard to climb over, so the raiders have to come in through the gates. We used to keep barbed wire in the greenhouse. Okay, dat is handig. This is where we should make our stand. There's only one way in, the front, and then there's the big central staircase. If we rig that path with traps, we can pull back here. Luring in our attackers. I like it. Okay. Dumb. Divide the courtyard. The courtyard's pretty wide open, not a lot of cover. We should flip the picnic tables, narrow down the pathways through it. So we'll know which way they're coming. At the very least, it'll give us protection if they get past these walls. Dit klinkt als een strak plan, boys. En dan de greenhouse nog. Well, you guys don't use the greenhouse anymore, do you? No, we used to. Then we lost someone out there. Walkers overran the place and Marlin wouldn't let us go back. Safe zone. We need to get that barbed wire so they can't climb the walls. I'll go. Are you sure? It's gonna be swarming with walkers by now. Okay, what the hell's going on? They told me she was back. But I was like, no way. Violet wouldn't just go against what we all decided. Shh. Would you keep it down? The little boy is asleep. Dit ventje is fever's already going down, Clem. He's gonna be okay. Dan moeten we zeker weer weg. Great. Ik ben er nu echt klaar mee. We're just giving them our medicine too. Mitch, those raiders are getting ready to attack the school. We need Clem's help. Like hell we do. For all we know, she's one of them. Ja, tuurlijk. She's not. If you saw their leader's boot on Clem's neck, you'd know that. Even emotie. Use your head, Mitch. You saw AJ on your way in. If I was with the raiders, why would they have hurt him like that? Yeah. How do I know? Maybe he shot one of their friends. Mitch! Clem's going to the greenhouse to find barbed wire and anything else she thinks we need for the fight, and you're going to help her. No, I'm not. Yes, you are. It's too dangerous for her to go by herself, and you're good in a fight. I can go too. You know, to keep the peace. Zij is nog wat chill. Fuck, Vi. Since when are you the one making the calls? Since no one else stepped the fuck up. Yeah. These two will meet you at the gate, and you can head to the greenhouse once I've explained the situation. Sounds like a plan. Sounds like a plan, boy. Sounds like a plan. Oké, nou, jij gaat maar even normaal doen, Mitch. Zo weet je toch? Echt zo'n eigenwijze puber. Kijk, hij is nog wel een beetje oké, volgens mij. Zie je? Hij is nog wel gewoon oké, Louis. Louis is gewoon nog een goede gozer, maar... I'm sorry, waarschijnlijk, zoiets. AJ, strijder! Strijder. Nou. Oké, het gaat tot nu toe goed. Er zijn nog geen grote keuzes geweest die we moeten maken. Maar ik heb zo'n gevoel dat dat binnenkort weer aan gaat komen, jongens. Dus ik ga naar de greenhouse. Gaan we eventjes dat die muren wat beter maken. How much it's changed. Dat lukt waarschijnlijk niet, hè? This ain't budging. You gonna stand there sulking all day? You gonna do something useful? Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Ja, dan moeten we zeker weer gaan lopen. Oké, ik pak mijn controller al wel weer. Collective balls can be found in the world. Okay. Find a way in. Collectibles. Dus dat betekent, als ze dat zeggen, dat er iets is dat ik kan vinden en kan houden. Dat klinkt als iets chills. Dus als ik even een mes of zo. Of een collectibles. Misschien kan ik dat dan later weer gebruiken. Maar hier is allemaal echt toch helemaal niks. Nee. Ik kan ook die Brody net. Inspect foggy glass. Even kijken hoor. I can't see shit. Dat dacht ik al. There's too much condensation on the inside. Condensation? That's the big word. That's a big word for you. Shut up. Ja, mooi woordje hoor. Condensation.
collectibles can be found. Alleen ik kan echt helemaal niks vinden nu. Oh, climb ladder. That window. I bet we can get in there. Good spot. Mitch, come here and give me a boost. Wait. Make her go first. We send the one we don't mind losing. That's an ugly thing to say. Fuck you. Vi says we need her help, right? Okay. She shouldn't mind sticking her neck out. I'll go first. I don't mind. Figured you'd fight it. Thanks, Clem. Zie je? Holler if one grabs you. Otherwise, we'll come as soon as you give the all clear. I guess we'll know when the door opens. Ik doe het wel weer. All clear, echt. Er zegt letterlijk helemaal niemand hier. Oh wel, daar is... Oh nee, wel wat walkers dood. Oh nee, toch niet dood. Haha. Opeens worden ze ook levend, weet je wel. Final weapon, hoppatee. Misschien gaat Mitch nu wel denken van, oh, dankjewel Clementine, dat je dat deed. Eerst links. Ah, easy modus. Calm down. Nou, bedankt mag ook. I'm coming. I'll get the door open. Je mag me bedanken, Mitch. Sowieso die Ruby had dit niet overleefd. Zo! Stel we zouden Ruby laten gaan, zou ze nu dood zijn? Zou zomaar kunnen, hè? Zou oprecht zomaar kunnen. Not bad. Oprecht, hè? Ik maak geen grap. Dit had best wel kunnen gebeuren. Oh, look. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke. Zo, dat denk ik echt. Dat denk ik echt. False Solomon seal. Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Nee, niet talk to me. Pick a mushroom. Some mushrooms are edible. Edible. Eat a mushroom? Probably not edible. Nee, dan ga ik het niet doen. Open cabinet. Find a way to open the cabinet. Weet je wat ik ga geven? Did you find anything? What do you think? Okay, just asking. You know, the barbed wire idea is smart, I'll give you that. Those assholes try and climb our walls, they'll tear their guts out. I kind of like to see that. Okay. Ik zie er al iets op die tafel liggen. Yes! Dibs! Ik vind het echt een vervelende vent, die Mitch. Echt een vervelend man. Found something? Yep, maybe useful. Tel ik meer zul je moeten gaan. Good for digging. Ik ga even nu mijn tijd nemen. Gewoon even kijken Missing, of er wat dingen happy. Kan verzamelen. You don't eat the same bland rabbit stew so many times before you go crazy. These herbs are gonna do wonders for morale. You wait and see. Ja, ik geloof je wel, joh. Het zal wel. Lawnmower. Shuffle. Deze neem ik ook maar even mee. We hebben al wel een shuffle. Could be a weapon, ja. Or use it to dig a grave. You weren't there when we dug the holes for Marlin and Brody. We had to use cups and bowls. It took forever. Die Mitch is vermoeiend. Wat is dit? Een kruiwagen. Nee, hoe noem je dat zo'n ding? Een gasmaaier. Toch? Ik dacht al, waar ga je liggen iets doen? Het was al klaar, zeg maar. Ik kan er niks mee. Ja, hiermee kunnen we hem openmaken. Dan wil ik eigenlijk... Nou, boeien. Ik hoef geen rondje nog te nemen. Misschien was er nog iets anders dat ik mee kon nemen. Zoals die mushroom. Maar ik denk dat we alles wel gehad hebben. Want er was letterlijk wel...
We hebben eigenlijk letterlijk al heel veel gedaan. Dan ga ik nu gewoon even dat ding openmaken. Oh ja, je kan die mushroom eten, maar dat ga ik niet doen. Ik heb niet echt honger of zo. Lijkt me gewoon, het kan alleen maar slecht uitpakken. Open, dat was easy. Hun staan ook gewoon maar een beetje te staren. Hij naar de muur en zij naar planten. Zo van, Clementine, doe jij het werk maar allemaal. Barbed wire, a lot of it too. Toppie. That should keep the raiders from climbing our walls. Hey, we can use these. For what? We can make bombs out of these. Bombs? Are you serious? Totally. It's the kind of stuff I made back home. He used to blow shit up. That's why he's a troubled youth. Guilty. I just need some propane and something to create a spark. And we'll have ourselves a nice little homemade explosive. Waarom ook gewoon rechts onder is dat ik gewoon eat mushroom? Waarom? Wacht, waarom wil ik, ga ik dat niet pakken? Huh? Ik snap het even niet. Moet ik die mushrooms eten of zo? Ik wil die mushrooms niet eten, jongens. Ik wil niet eten. Oeh, kijk. Dit kunnen we ook nog doen. If I remember right, there's a science lab through that door. Best ziek gebouw dit gewoon. Eerlijk. On, dit is echt gewoon ziek. Dit is een school soort van. Echt een ziek fort gewoon. Ik vind het echt een zieke plek eigenlijk. Als je erover na gaat denken. Boom. Ik ben heel benieuwd wat hier achter is. Ik hoor niks. Okay. Oh, ik hoor een vlieg. Nou, laten wij gewoon lekker naar binnen gaan. Wie als eerste natuurlijk. Ik zou er snel inrennen en zo omheen kijken. We zijn lekker... Ja, ik wou net zeggen. Als je er nou snel inrende. Ja, Mitch, help is een ding. Rose, what's going on? You all right? Mitch ook weer, hè. Die kijkt ook weer. We had a scare, ook gewoon, ja. Kan helpen de volgende keer, Mitch. Dat is wel een ding. Oh no. What? Hoe kunnen ze haar? Who was she? Miss Martin. Our nurse at the school. Oh, dat is wel pijnlijk, zeg. She stayed. When all the others left. God. She looks awful. Zo, dat is raar om dan je docent zo te zien hangen. Barely recognize her. I'm sorry, Ruby. I just wish I could make her look like she used to. Yeah, let's go. We zijn goed bezig met Ruby. Came out looking for food. Walkers attacked us. Thought we could fight them off, but there were so many. Miss Martin told us to run, so we did. We zijn goed bezig. She taught me how to patch people up. Stitching, local anesthetics, painkillers. Dit boeit me allemaal niet. Fever reducers. Ik moet heel eerlijk zijn, dit boeit me allemaal niet. I don't think I can take care of her. Would you? En natuurlijk gaan wij dat doen. Would you? Want dan denkt zij van, oh. I'm sorry. Aardig. Of we hebben geen keuze, doen we het gewoon sowieso. Nee, we doen het gewoon sowieso. Boo! Ja. Zo, heavy hoor. Heavy, klappie. Are you okay? Yeah. Just need a minute. Tuurlijk joh, tuurlijk. Neem jij lekker een minuutje. Help me find that propane and we can get out of here. Propane. Wat betekent dat in het Nederlands? Propane. Voor die bom, toch? Fijn, ja, zie je? Bomb components. Ugh, looks like pits. Dare you to drink it? Not in a million years. Not in a million years. Wat betekent wimp? Wimp. Mitch, is this useful? Fucking A. I was hoping there'd be one of those. Yeah? That's an igniter. We can use it to create a spark. Now we just have to find propane. We can blast those motherfuckers to hell.
It will catch after a few tries. Oké, okay, dus we mogen niet te veel tries hebben. You find anything? We moeten het gelijk doen. I don't know what this is. We weten ook helemaal niks van science. Oh, we weten ook helemaal niks. Hé, dat is de propane tank. Maar voordat ik die ga pakken, misschien gaat het dan door, ga ik eventjes kijken of er nog andere dingen liggen die wij kunnen hebben. Want volgens mij als ik dat ga pakken, dan gaat het zeg maar door het spel. Dus ik ga heel even kijken of ik nog iets kan vinden voordat ik dus die propane tank ga pakken. Sowieso nog wat dingetjes hier. Liggen sowieso nog wat belangrijke dingen. Een plant. Oh, doe ik even een broekzak. Oh ja, want dat past. Zie je, beautiful and deadly. Die plant had ik niet gehad als ik gelijk die propane tank ging oppakken. Ik ga nog even met haar praten. Ms. Martin, dat is handig. A lot to you, huh? Misschien kan ik het gebruiken als gift of zo. She was the only one who stayed. She saw us for what we were. Drink echt veel te veel energy trouwens. Bunch of kids who no one wanted. She loved us when nobody else did. Like, really loved us. Yeah, I've known people like that. I guess everyone has. You seem to know a lot about bombs. I made my first one when I was 8. So? Really? I blew up the garage. It was awesome. Though, Dad didn't think it was awesome. Dad gave me a chemistry set to keep me from fighting the neighbors. Why would you fight the neighbors? I had a lot of energy. I had to use it somehow. And they didn't beetje like my praten face. Met Mitch, weet je wel? Beetje communiceren, een beetje band opbouwen bij Mitch. Oh, dat wel goed. Nou, er is voor de rest niks meer, dus we gaan lekker naar de propane tank. Let's hope there's gas in it. Oh. Mitch, je mag helpen. Dat is een ding, hè, Mitch? Yeah, perfect. Hier. Ja, dankjewel, Mitch. Hopla, een propane tank. Good find. Now we have everything we need. We should get back and tell the others. Ook gewoon heel obvious dat het daar ligt, weet je wel. Barrier? Why bother? It's a walker. Help me drag it out back. We can burn it. Nee, we gaan wel barrier. Ms. Martin's the reason we're all alive. And? She deserves a proper burial here. Ja, ik vind het prima. Prima joh, weet je, dat kost ook gewoon niet zoveel tijd. That way the others won't have to see her like this. She's been dead for years. There's no point. I'll help you bury her. It's the right thing to do for someone you cared about. Ja, natuurlijk. Thank you so much. It's not a her. It's a walker. Hey, mom, Mitch. Fine, whatever. I'm not wasting my energy on that thing. Doei, Mitch. Gewoon beter met Ruby tevreden blijven. Ja, eigenlijk liever Mitch nu, maar dit is gewoon wel logisch, toch? Oh, zij, als die heel veel betekenen voor haar, ja. Back at the school. Maakt mij het uit. But Ms. Martin loved this place. She'll be happy here. I'll make sure everyone knows you help me. Kijk. That you've got a good heart. Kijk. You're all that muck. Hey. Extra vote. Straks. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik zou zeggen bury it. Zou dan Mitch blij zijn met mij? Of zou het alleen maar negatief zijn? Zeg maar. Dus is dit wel Lily and her people won't be able to climb the walls. They'll have to come through the gates. We can plan for that. Straight into a fiery explosion of death. Assholes won't know what hit them. Nou, opmaken voor het tech, jongens. Ga ik hier mijn video eindigen? Nee, ik vind er nog net te weinig gebeurd. Ik heb nog één klein dingetje en dan gaan we de video eindigen. Het is nu nog wel. Het is wel een beetje dialogue, dat is natuurlijk goed. Dat zie je wel vaak in een episode. Het begin is het heel heftig, dan dialogue en het einde ook weer heel heftig. Ik wil nog wel heel even door. Ik zit nu op 42 minuten. Een stukje knip ik er natuurlijk uit omdat ik het opnieuw ging spelen. Dus ik denk dat ik nu ongeveer 37, 38 minuten zit. Ik ga nog wel even door. We willen 40 minuten wel per video aantikken. Maar ik vind het, ik zit lekker zo. Een stoeletje gewoon chill. Dus ik vind het prima om even nog door te gaan. Nee, het editen duurt wel. Ik hou mijn mond in. I noticed the shirt got messed up when, you know. Iedereen is echt aardig. Where did you get those? They were tens, back when he got here. Should be about AJ's size. How's he doing? Better. His fever's down. Thank you for carrying him in. No problem. So, we've got a greenhouse again. And bombs. Yeah. Mitch's idea. I figured. Violet says we'll start getting this place ready in the morning. Good.
They all seem okay with letting you stay. For now, anyway. While we get ready to fight. Yeah, I'm glad. All I've wanted is for them to forgive us. I said they're fine with you being here, at least till the Raiders are gone. That doesn't mean they all like you again. Everyone else is okay with us staying. Yeah, what is it with you, Lewis? It's fine. Well, he gets better. And after that? I don't know, Clementine. Clem? Hey, kiddo. How do you feel? Better. Still hurts. I know. Hi, Lewis. Hey, little dude. I missed you. Are we friends again? Just get some sleep. Okay? Oeh, hij zei niet eens ja. Oei, 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 oei. Beetje pijnlijk. Beetje pijnlijk. Lewis? I really missed you. I can't forgive you. I'm sorry we hurt you. I really missed you. Missed you too. Good night. I'm not mad at him anymore. Are you? He helped carry me. And he was by my bunk when Ruby gave me stuff. AJ, I was never mad at him. I understand why he acted that way. Why he wanted us gone. Me too. Ik ben goed aan het spelen. Let's get a look at the shirts. Misschien weinig actie die ik kies, zeg maar, de keuzes. It's been a long day. Yeah. Maar ik zorg wel voor dat de banden goed worden opgebouwd nu. But I don't like sleeping on the ground. En ik denk... Me neither. En ik denk dat dit het beste is voor de playthrough. Dat, zeg maar, playthrough. Dat, zeg maar... You can now play collective machine. Show AJ. Disco Broccoli. Science Talk. Disco Broccoli. Hey, look. It's Disco Broccoli and his friend. I wish you could have seen this cartoon. Me too. Deze, oh, deze nog even laten zien. Hey, this one's pretty cool. Looks like Marlin's jacket. Oh, yeah. But it would still look good on you. Okay, Disco Broccoli and... Science. How about this one? Looks like Tin's boots. Oh, yeah. I think it's the same character. Oh. Cool. Oh, cool. Dan cool, als hij zegt cool. This one will work. You can put it on when you feel better, okay? Yeah. Ja, jongens, dit maakt helemaal niet heel goed. Ik denk wel Marlon's shirt, dat wel een slechte keuze is. Place the collectibles in your room. Hoppatee. Een plantje die giftig is. En... Nou, ik hoef hier niet nog een keer naar te kijken. Kunnen we nog iets anders ophangen? Voor mij hadden we echt nog meer collectibles kunnen verzamelen. Volgens mij hadden we echt wel meer collectibles kunnen verzamelen. Ik ga gewoon even slapen. Scary. Oh, it is. It's a flytrap. It eats bugs. A is hier muziek? Eat bugs? That's so, so awesome. Ja, boys. Wat kunnen wij anders nog doen? We kunnen That's hier nog naar kijken. Plant. It's a fungus. A fungus. Fungus is schimmel. Doesn't look fun. Fungi. Iets is schimmel volgens mij in het Engels. Fungi. Ja, ik hoef niet naar die shirts te kijken, joh. Hoppatee. Lekker slapen. Good night. Sleep tight. Don't let a walker bite. Hey. And if it tries, bang. Bang. Dan ruikt hij eens weer. Nou, blaas uit, jongens. En dan moet ik helaas jullie, denk ik, teleurstellen dat we nu de video gaan eindigen. Ja, ik kan wel wachten, maar anders gaat het echt tegen de 50 minuten aan zitten. En dan wordt de volgende aflevering kort en ik wil het niet te lang. Het is een beetje weinig actie. Ik weet nog niet of er nu een zwart beeld komt. Misschien gaat er nog wat gebeuren. Oké, wacht. Het is de volgende dag. Wacht, ik wacht nog eventjes, boys. Ik wacht even tot er zo'n zwart beeld komt. We gaan nu aan het plan werken, denk ik, of niet? Oh nee, het was nog niet nacht. Huh? Oh,
dit zijn een paar dagen. Ah, I get it. Een paar dagen later dit. Hé, hey, heeft zijn shirt aan. Oh, grappig. Zoiets heb ik nog nooit gezien, joh. Zo'n simulatie. Two weeks? Oh, dat duurde het best wel lang voordat ze ons gingen aanvallen, joh. Hé, hey, kijk. We hebben wel een ziek plan gemaakt. Twee weken, joh. Rare scene was dat. Nou. Oh mijn god, wat was dat? Ik denk een nare droom, maar ik heb geen idee oprecht. Jongens, dat was mega. Wat een cliffhanger weer. Kijk gewoon sowieso volgende week donderdag om 2 uur weer naar de volgende aflevering van episode 2 van de final season. Ik heb geen idee meer dat het was, jongens. Holy. Ik zie jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot dan, mensen.